wel heel wat van plan. Je wordt geloof ik het grootste schilderij dat je ooit hebt gemaakt. Voor Sinterklaas is het mooiste en het grootste nog niet goed genoeg. Ik zie het helemaal voor me. Hier komt de boot. Daar komt Sinterklaas. Statig, wuivend. Op de voorplecht een enorme berg speelgoed en snoepgoed om te benadrukken dat Sinterklaas de kinderen graag blij maakt. En op de achtergrond de kalme zee en een stralend zonnetje aan het uitspansel. Ik hou er niet van de loftrompetten bij eigen hoed te steken, maar dit wordt een magistraal doek. Zie je het al voor je, Hulpiet? Ja, en dan hier het paard zo, lekker knabbelend op het hooi. Welk paard? Nou, dat paard hier, zo naast de open haard. En dan uit die open haard kan misschien volgens zo'n volgens jouw berekeningen komt het paard in het water te liggen. Jij hebt nou niet bepaald het oog van een schilder, hè? Als ik jou was, dan zou ik me maar eens bezig gaan houden met je eigen optreden voor Sinterklaas. Ja. Nou, ik moet maar eens aan de gang. Meneer, ik zie dat u een ijsje eet. Zou ik niet doen als ik u was. Waarom niet? Nou, ik weet niet of u de krant heeft gelezen vanochtend, maar het stond echt in zulke letters op de voorpagina. Het schijnt dat je van dit ijs kromme benen krijgt en ook een punthoofd. Het is toch niet waar? Ja, dus misschien is het beter als ik dat ijsje van u afneem. Dan ga ik het voor u weggooien, voor uw eigen bestwil. En dan wens ik u nog een hele fijne dag. Anders gaan er hele nare dingen gebeuren. Dag meneer. Zijn. Nou, ik denk echt dat hij er ieder moment is. Acrobaat, Piet. Hoe zou het met hem zijn? We zullen het zo, Aisje, horen. Gezondheid. Dank. Uit, acrobaat! Sinterklaas die zal niet weten wat hij ziet. Zo'n meesterwerk heeft hij nog nooit gezien. Ik zit mezelf weer helemaal te overtreffen. Een kunstenaar in ras en nier. Ik ben een ster. Ik ben een ster. Ik ben de beste vogel. Kan het allemaal misschien iets kalmer aan, muziek Piet? Ik ben hier een uniek schilderij aan het creëren. Nee, maar luister nou hoe fantastisch dit klinkt. Ik ben een ster. Ik ben een ster. Waarom zo hard? Hoe harder ik zing, hoe meer Pieten van mijn stem kunnen genieten. Hoezeer ik jouw zangkunst ook waardeer, muziek Piet. Ik zou het op prijs stellen als het allemaal wat zachter kon. Ik ben een ster. Kan het nog wat minder? Ik ben een ster. Ik ben nog een ster. Tikkie. Moet je luisteren. Ik ga een alfabet op rijm maken voor Sinterklaas. Het wordt echt hartstikke goed. Kom, zie. De A is voor appel. Gezond voor het paard. De B is voor brandtol. In de schoen bij de haard. De C is voor... Concentratie. Dat is wat ik nodig heb. Dus als het allemaal niet te veel moeite is. Een beetje stilte graag. De C is voor. A is voor appel. Hoi! Jongen, heer Felix, gelieve niet te hollen in huis. Is er iets, Hector? Suiker. Ik rook suiker. Suiker, vanille, ijs. U heeft ijs gegeten, is het niet? Wow. Wat heb ik u gezegd over snoep en ijs en andere zoetigheid? Van ijs en snoep wordt men slap en lusteloos. Ja. En wat ruik ik?
Ondanks mijn uitdrukkelijk verzoek heeft u toch ijs gegeten. Het waren maar twee hapjes, Hector. En die Zwarte Piet die kwam aanlopen en toen die duwde me toe. Twee hapjes, maar liefst. Ik verwacht toch werkelijk dat u dat voortaan uit uw hoofd laat. Thee? Oh, het wordt wel mooi, Kleur Piet. Als ik niet steeds lastig gevallen word, wel. Die twee... Je hebt niet in de gaten dat een kunstwerk als dit alleen tot stand kan komen met absolute concentratie en toewijding. Ja, jongen, dat bedoelen ze echt niet. Kunstenaar, ik moet niet steeds lastig gevallen worden met flauwekulletjes en prietpraatjes. Ik moet gewoon doorwerken om dit zaterdag op tijd af te krijgen. En daarbij kan ik natuurlijk niet gestoord worden. Niet door te worden door Hulp Piet en niet door me. Acrobaat Piet! Acrobaat Piet! Oh, je bent er en zo snel, wat goed. Ja, als jij vraagt of ik wil komen, dan kom ik natuurlijk, hè. Muziek, Piet. Hey. Hoe is het? Goed, man. Hallo, Piet. Leuk, Piet. Goed, man. Weet niet wat, Piet? Ja, toen Weet niet wat Piet hoorde dat ik naar het kasteel zou gaan om voor de Sint op te treden, wou hij per se mee. Ja, natuurlijk wil ik mee. Voor Sint doe ik alles. Oh, wat ga je doen? Iets met acrobaat, Piet, maar ik weet nog niet precies wat. Dat jullie er zijn. Ja, en wat ga je voor ons doen, acrobaat? Iets heel spectaculairs? Wordt vast ontzettend leuk. Ja, dat denk ik. Ik vind dit allemaal reuze gezellig, hoor, allemaal. Maar als jullie misschien nu weg kunnen gaan, ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Dankzij acrobaat. Heeft niks, joh. Graag gedaan. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ik weet niet wat. Ja. Moet jij niet iets gaan doen? Zoals? Zou jij niet iets met acrobaat Piet doen? Vergeten wij niet iets? Ach, dom. Was ik bijna vergeten om dit af te doen. Elke dag een forse lepel visolie houdt het lichaam gezond en de geest helder. Peter, kunnen we alsjeblieft niet één dag overslaan? Sorry, maar daar kan geen sprake van zijn. Als u zo vriendelijk wilt zijn even uw mond open te doen. Nu nog even doorslikken graag. Wat, nog één? Omdat u zo onverstandig bent ijs te eten, kan ik niet anders. Ziet u wel? Het viel allemaal best mee. Nog bedankt voor je uitnodiging, Tess Piet. Ik kan haast niet wachten om voor Sinterklaas op te treden. Ja, en ik doe ook mee. Nou, weet niet wat Piet denkt dat hij ook kan wat ik kan. Ja, natuurlijk. Zo moeilijk is dat niet. Dus gewoon op de knieën en dan tadaa. Tadaa. Nou, laat maar eens zien dan. Ja. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Tadaa. Ja. Zo zie je maar. Het is dus niet voor iedereen weggelegd, hè? Jawel, ik moet alleen nog even oefenen. Nou, dat dacht ik niet, Piet. Je hebt gewoon geen talent. Nee, ik neem het wel van hem over, acrobaat Piet. Au. Ja. Ja. Nee. Jongen Felix, het lijkt me onverstandig om uw vrije tijd in ledigheid door te brengen. Ik ben daarom naar de bibliotheek gegaan om een paar interessante boeken te halen, zodat u uw geest kunt scherpen en uw kennis kunt uitbreiden. Oh, wat heerlijk. Nou, dankjewel. Ik ga meteen de tanden erin zetten natuurlijk. Goh, de encyclopedie van de muziek. Als ik dan... Nee, dat is ook niks.
Hey. Weet je, ik weet echt niet wat ik moet doen voor zaterdag voor mijn act. Ah, je komt echt wel ergens. Hey, gezondheid. Ik word gewoon verkouden. Oh. Volgens mij ben je het al een beetje. Oh, dank.